Voor de serie Ambiance I Have Life volg ik een Roma-familie van 3 generaties die met elkaar in een kleine ruimte wonen. Dit beeld laat zeg maar die 3 generaties zien. Dit is mijn idee geweest van een familieportret. Ik heb op verschillende manieren geprobeerd de familie met z'n allen tegelijk bij elkaar te krijgen in of rondom het huis. Verschillende camera's ook geprobeerd en eigenlijk bleek dat een onmogelijke opgave te zijn. Want een agenda zoals we die hier in Nederland volgen, die volgt deze familie niet. Dus om toch een indruk te geven van de hele familie, is dit eigenlijk een substituut voor een familieportret. Ik heb op een gegeven ogenblik bedacht, als er een moment is dat ze allemaal of bijna allemaal in die kamer zijn, dan moet ik er klaar voor zijn en dan maak ik dit familieportret. En zo is het ook gegaan. Ik heb van tevoren uitgekiend waar ik wilde staan als de situatie zich voor zou doen. En op het moment dat de situatie zich voordeed, was ik er klaar voor en heb ik mijn versie van een familieportret geschoten. Voor mijn gevoel is er heel veel te zien op deze foto. Ik denk niet dat je alleen de familieleden ziet. Hoewel je ze misschien op het eerste gezicht niet eens allemaal ziet. Want hebben jullie hier de babyvoetjes gezien? Of hebben jullie gezien dat er hier ook nog een familielid ligt? Voor mij vertelt dit heel veel meer. Ik vind een heel leuk detail het plastic koffiestokje op de grond, waarmee je kunt afvragen of er een koffiezetapparaat in het huis is of dat ze hun koffie misschien ergens halen op straat. Hier zie je wat ingrediënten liggen voor maaltijden. Ik denk eenvoudige ingrediënten. En als je heel goed kijkt, zie je overal verborgen aanwijzingen. Nou ja, die misschien je gedachten een beetje laten gaan over hoe het leven voor deze familie is.